Hallo. De opmars van Scandinavische auteurs de afgelopen decennia is ongekend en met name in het misdaadgenre. Een voorbeeld hiervan is de Zweedse schrijver Arne Dahl, die meerdere misdaadseries op zijn naam heeft staan. Via de e-boekcollectie van de bibliotheek kun je Hebzucht lezen, het eerste deel van een serie. Het boek draait rondom Opkop, een geheim operationeel team binnen Europol, bestaande uit politiemensen uit verschillende landen met bijzondere kwaliteiten. En deze opzet biedt Dahl de kans om uit te pakken en dat doet hij consensueus. Je volgt maar liefst 13 personages die de internationale misdaad bestrijden. James Bond in extrema. Het brengt de leden van het team naar de Verenigde Staten, naar Nederland, België, Zweden, Italië, Letland, Duitsland, Engeland en dan vergeet ik vast nog een ander land. Alle misdaad hangt samen met alle andere misdaad, zo zegt een van de personages. En zo raakt het team via twee mysterieuze moorden op het spoor van de maffia, van giflozing, van financiële zwendel en van persoonlijke tragedies. Al lezende vraag je je af waarom er eigenlijk nog niet zo'n Europese FBI bestaat, want in het boek ontsnapt niemand aan de globaliserende economie. Zelfs niet als je in een dorpje in Tibet woont.